Hier staan 50 mystery boxen en in eentje zit 1000 euro. Kies er allemaal maar eentje uit. En in de andere 49 mystery boxen zitten dus opdrachten. Raak een vliegtuig aan. Waar ga ik een vliegtuig aan? Geen idee. Succes! Ga op de foto met een neushoorn, olifant en een aap. De aap hebben we al. Ja, leuk, ga maar. Oké, we zijn bij de dichtstbijzijnde dierentuin, dus we gaan even proberen naar binnen te komen. Gratis, want anders moet ik het zelf betalen en ik ga het van mijn 1000 euro af. Dus dat gaat niet gebeuren. Graaf een gat van 2 meter diep. Dat is diep. Een schep, succes. Wat zit erin? Blaas deze ballonnen op. En het zijn 100 ballonnen. Deze opdrachten zijn dus nog veel extremer dan de vorige keer. En als de 1000 euro pas op het laatste gepakt wordt, kan het oprecht een week gaan duren. Oh mijn god. Er is hier in de buurt een legerbasis waar een vliegtuig staat opgezet. Dus ik hoop dat ik die kan aanraken. Let's go, let's go. Gaten dieper dan 1,95 meter zijn niet toegestaan. Nou, het eerste gat is gegraven. Ik kan het nooit allemaal in één keer opblazen, dus ik moet wel pauzes nemen tussendoor. Anders dan val ik straks flauw. Kijk, het vliegtuig. Het is gelukt. En nu snel terug, want ik wil de volgende opdracht pakken. Want ik moet gewoon die 1000 euro winnen. Deze keer zit er in de box een voordeel en ook een nadeel. En het nadeel is dat je letterlijk afvalt en niet meer mee kan doen. Wat? Ja, die wil je echt niet hebben. Nee, die wil je niet hebben. Dan maakt het echt nog enger. Oké, we zijn binnen. De cameraman mocht helaas niet mee. Maar we gaan als eerste even op de foto met een aap. En die zijn hier. En nu nog een neushoorn en een olifant zoeken. Oh. Ik moet oprecht even stoppen, denk ik. Jacco, hoe heb je zo snel een vliegtuig aangeraakt? Jacco, ik heb een leuk nieuwtje voor jou. In één doos zit dat je afvalt. Echt? Oh, maar dat wil ik echt niet. Ja. Je valt af. Rij op een paard. Ik heb echt nog nooit paard gereden. Dat wordt leuk. Wat is dat, 2 meter zijn? Nee, nu even lang als Sam, denk ik. 1,10 meter. Ik ben pas op de helft. De laatste ballon. Klaar. Als ik nu afval, hè, dan go to America. Wat? Ik snap het niet. Moet ik nu naar Amerika? En hier hebben we de olifanten. Alleen nog een neushoorn. Helemaal top. Daar zijn we er klaar voor. Oh, Nou, voel ik me echt een cowboy. Er staat ook dat er een Amerika in Limburg is. Ik denk dat ze dat bedoelen. Ik hoop dat ze dat bedoelen vooral. Het is 1,5 uur rijden. Waarom zijn deze opdrachten zo lang? Op dit moment is Floris nog steeds aan het proberen met 3 dieren op de foto te gaan. Is Mark nog steeds een 2 meter diep gat aan het graven. Probeert Jacco op een paard te gaan rijden. En gaat Suze nu helemaal naar Limburg rijden. Deze opdrachten duren echt heel lang. Yes, 2 meter. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ja, hoe ga ik je uitkomen? Ik ben vooral lelijk en niet lenig. En ja hoor, daar zijn neushoorns. Let's go. Hoppakee, en we hebben ze allemaal. Je mag zien wat er in 1 box zit. Jij hebt het enige voordeel gepakt dat er ligt. En ik denk dat ik deze wil kijken. Ga een theatervoorstelling. Ja. Ik denk niet dat ik dit ga doen, want ik hoef niet per se een theatervoorstelling te kijken. Nou, wil je nog een pakken? Ja. Koop een braadworst in Duitsland. Ja. Hey, Mark is ook al terug. Bezorg een pizza aan deze 3 mensen. Hein, een moeder en een abonnee. Ja. Als jij de braadworst wil halen in Duitsland, wil ik ook best ruilen hoor. Nee, ik hou van pizza. Oké, daar is het. Hatsa. En nu door naar de volgende opdracht. Eentje met kip en een krokante pizza. Die is voor mijn moeder. Ik heb nu zelfs voor elkaar gekregen dat ik de pizza's hier kan opwarmen. Dus ik doe ze hier even in de oven en dan zijn ze zo meteen niet meer koud. Ik ga voor deze. Zeker? Nee. Durf het aan? Nee. Oeh, verdien 20 euro met statiegeld. Weet je hoeveel geld dat is? 20 euro. Ja. We zijn nu in de auto naar Duitsland, maar het is gewoon 2 uur heen en 2 uur terug. Ik hoop niet dat iemand anders de 1000 euro pakt, want... Ik wil wat willen winnen. Ze is in Amerika geweest. Nee, ik ben in Amerika geweest. Leuke grap, hè? Ja, nou, het was, ja. Kom op de radio. Oh, dat is moeilijk. Deze fles is 25 cent, dus ik moet 80 van deze flessen hebben, wil ik op 20 euro komen. Je hebt er alvast in. Hey, dankjewel, ouwe. Top, dankjewel. Heel bedankt. Hallo, Hein. En nu heb ik een overheerlijke warme pizza voor je. Dankjewel. Alsjeblieft, gaan wij weer door. Oké, Suzy, wat is je tactiek? Ja, ik ga gewoon zoveel mogelijk DM's sturen en dan hopen dat iemand reageert. Cute music. NPO 3FM. Sky Radio. Radio 10. Die gaan echt never nooit reageren. We zijn dus nu gewoon in Duitsland en we hebben gewoon een kraam gevonden. Ja, die is wel erg lekker. Ik heb een berichtje gehad op Instagram van YouTubers. Oké, Suzy heeft daar gewoon oprecht reactie gekregen bij Radio 538 dat ze langs kan komen. Die gaat echt never nooit reageren. Dit is echt super ziek. Ik had niet verwacht dat het ging lukken. Toen zei ik, als je er voor 8:30 bent, dan kom je de studio in. Maar je moet wel iets leuks meenemen. En ik heb deze mystery box samengesteld met allemaal spulletjes erin. Ik ben oprecht heel zenuwachtig voor dit. Ik kom gewoon op de radio vanavond. Ik ben benieuwd op hoeveel we nu al zitten. De laatste. 2 tassen vol en dat is 6 euro. Nou, ik heb een lekkere pizza of een Tex-Mex of deze. Nee, die deze. We hebben al 2 pizza's weggegeven. Alleen de pizza
Insta van de abonnee, die hebben we nog over. Waar kan ik in de buurt hier midden in Tilburg een abonnee vinden rond etenstijd? Ik zit hier ook gewoon de hele dag te wachten tot er weer iemand terugkomt om een nieuwe box te openen. Oh, dit duurt zo lang! Oké, we zitten te wachten en ik ben heel zenuwachtig. Kijk eens wat we net gekregen hebben. Een zak vol met bierflesjes. Een euro. Heel bedankt. Dankjewel. Weer 50 cent. Hallo, is een van jullie toevallig geabonneerd op Krikel? Ja. Echt? Heb ik hier een pizza voor je? Alsjeblieft. Veel plezier ermee. Suzy is in de studio! Ja, hallo. Daar zit ze, daar zit ze. Hoezo is dit gelukt? Je hebt namelijk een mystery box voor ons meegenomen. Oh joh, er zitten heel veel dingen in. Ik zie Lego, ik zie allerlei poppies, dingetjes. Oh. Er zit chocola in. Tweede ronde met inleveren. Ik denk dat het iets meer is dan vorige keer. 14 euro. En 65 cent. Maar dan wil ik hem weggeven ook. Okay. Dan krijg je één voor één een luisteraar aan de telefoon. Moet jij kiezen welke gaat winnen. Hallo? Hallo. Hou jij een beetje van spelletjes? Ja, zeker. Ik doe thuis met mijn familie altijd spelletjes. Nou, wat leuk. Ik gun het daar wel van. Ja, echt? Oh, nou. Ja. Lekker! Bij deze, jouw challenge ingelost en succes met de rest van de opdrachten. Bedankt. Goed zo, Suzy. Mark, het is gelukt. Je bent er lang mee bezig geweest. Loop op en neer over de langste brug van Nederland. Die heb ik gelopen in een andere video. Ja, dat klopt. En daar moet je dus heen en weer terug. Maar ik heb een cameraman mee. Ja. Xander! Ja! Mission failed. Ik haat jou echt, joh. Waarom moet ik meedoen met dit soort cameraklusjes? Let's go, we hebben hem. Eindelijk. Zou u 21,50 euro willen hebben? Ja, dat is helemaal absoluut. En voor u. Ja, dank. Nu snel terug naar de studio. Misschien val je nou wel af. Ja, weet ik, maar... Nee, jij gaat even je mond houden. Zwem in 10 zwembaden. Ja. Dit is echt niet normaal. Nee. Jij hem nu ook doen? Natuurlijk niet. Nee, oké. Alle zwembaden zijn dik. Ja, oké. Nou, slaap lekker. Wat de f***. Nee. Dus dit is nog niet de brug en deze kant is wel de brug. En daar ga ik nu op. Dus dan gaan we. 3, 2, 1. Go, kom mee. Raak een playbutton aan. Dit gaat best wel lastig worden. Ik ga dit in ieder geval maar morgen doen. We hebben al ruim 70 minuten gelopen. Bam. En nu terug. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Ga ergens werken. Ja, dus dan moet je voor minimaal 1 uur ergens gaan werken. Zoek maar een baantje. Succes. Als ik hier overheen ga, is het voorbij. Bam, ik ben er. Terug naar de studio Mystery Box. Kijk, ik heb een beetje opgezocht of er nog restaurants open zijn, maar ik kan niet echt iets vinden. Ik doe hem morgen maar. Jacco is ook al gestopt. Suzy kan daar ook niks meer, dus ik vind het goed voor vandaag. We gaan slapen. Het is weer de volgende ochtend en iedereen kan weer verder gaan met hun opdrachten. Jacco gaat meteen in 10 zwembaden proberen te zwemmen. Floris gaat ergens proberen te werken. En Suzy moet een playbutton gaan aanraken. Alleen we gaan het natuurlijk niet te makkelijk maken, want ik heb onze playbutton in deze kluis gestopt. En deze gaat pas over 8 uur open. Ah, nee, dit maakt het wel echt veel moeilijker. Zou ik hier kunnen werken? Ik hoef er geen geld voor. Dit was 1. Dit is wel echt heel heftig. Breng een liedje uit. Ja, dus hij moet nou een liedje gaan uitbrengen met zang en een videoclip. Hoe ga ik dit doen? Zelfs een wc schoonmaken. Wat leuk. Ik ben even helemaal klaar mee eigenlijk. Over 8 uur kan ik sowieso door, maar ik wil natuurlijk wel eerder die playbutton hebben aangeraakt. Want anders heeft iemand al lang die 1000 euro gepakt. Dus ik ga nu zoveel mogelijk mensen DM'en en dan hopen dat iemand reageert. Mark, het enige wat je krijgt is een microfoon. Ik kan niet zingen, ik ken niemand die muziek maakt. Waarom krijg ik van dit soort dingen? Palmboom moet water. Voor mij bedenken ze gewoon domme klusjes die ik moet doen en dan doe ik het maar. Inmiddels heb ik iemand gevonden die me wil helpen. Het is wel helemaal in Purmerend, dus we moeten een aardig stuk rijden. Ik moet nu wel onderweg gaan nadenken over wat voor songtekst ik ga maken. Wil ik het hebben over de kleur paars? Appelmoes met IKEA bitterballen. Ik ben klaar. En het uurtje is ook voorbij. We hebben er al 4, let's go. Hallo. Floor is al klaar, hè? Pak maar. Nee, die wou ik pakken. Oh nee, ga op date met een random persoon. Dus dan moet je uit eten gaan of naar de film gaan met iemand die je op de straat vindt. Wie wil er nou met Floris op date? Helemaal niemand. Moet je een track gaan maken? Ja. Ja, dit klinkt al vet. Oh, dit wordt echt heel vet. Ja, lekker. Lekker. Ik moet dus met iemand op date. Ja? Nou, het doet een half uurtje, ik betaal jou eten. Oké. Okay. Ja, letterlijk echt? Gereageerd. Ja, is goed, kom maar langs. Nou, ga dan, go! Oké, we moeten meteen aan Limburg, let's go! Hoe krijg je het allemaal geregeld? Gisteren de radio, nou dillen. Ik wil een kaarsje aansteken. Ik vraag het voor jou, ja. Het is mijn date. Ik zie nou dus gewoon in de groepsapp dat Floris letterlijk een date heeft met een meid. Hoe heeft hij dit geregeld? We zijn nu onderweg naar Dylan en ik moet echt meteen die playbutton aanraken en dan weer meteen terug, want iedereen is zoveel verder als ik. Zou ik een cola mogen? Maar heb je ook. Oh ja, of een kaasje mogen, weet ik het. Ik ben echt slecht hierin. Ik zie wel weer wie de broek aan heeft op de date. Ik heb er niet 9, ik moet er nog 1. Krikel, krikel, krikel. Als ik ooit 50.000 keer iets moet zeggen, zal het geen krikel zijn. Willen we een vervolgdate? Kom jij naar Groningen? Nee. Dat dacht ik al. Gooi de K van krikel. Gooi de K van krikel. Nou, zit er al autotune op of nog niet?
Nee, ik vind het mooi klinken. Wil je nog een box pakken? Nee. Echt niet? Jawel. Doe mee met een sportwedstrijd. Dan moet je dus bij een random sportclub gaan vragen of je met de officiële wedstrijd mee mag doen. Want we gaan nu gewoon naar Dylan Hagens toe. Iemand die ik vroeger altijd keek. En dan ben je ineens in zijn huis of zo. Wow, wow, wat doe jij met toe? Ja, ik kom voor de playbutton. Ja, die heb ik nog wel toevallig eens hier. Zo. Yes. Ja, succes! Dankjewel. Ik hoop niet dat het echt zo weer heel lang gaat duren. Of dat ik überhaupt nog wel mee mag doen. Ga skiën. Mag ik ook snowboarden? Nee. Ik denk dat ik ga scoren. Hattrick. Hattrick, dankjewel. Ik heb dus een vriend van mij die werkt in een skihal. Dus ik ga gewoon hem bellen en dan hoop ik dat ik bij hem kan gaan skiën. Gratis. Als jij dus probeert rijdt en een beetje rustig gaan rijden, dan redden we dat wel. Ja, ik moet wel naar Zoetermeer. Dus dat is anderhalf uur rijden en daarna ook weer anderhalf uur terug. Dus het duurt wel lang, maar dan lukt het wel. Ja. Het maakt niet uit waar we gaan. Energie is altijd aan en lijp wordt het sowieso. Hé, hey, natuurtalentje. Ja, niks is te gek en we zien... Hé, hey, natuurtalentje. Je had letterlijk nog maar anderhalf uur verwacht en dan gaat de kluis open. Maar nu gaan we een gouden playbutton, hè? Die hebben jullie nog niet. Klopt. Ga naar een theatervoorstelling. Oké, let's go. Zie me even wissel. Ik heb net op internet echt een super korte voorstelling gevonden. Die duurt maar een kwartier en het is in Den Bosch. En dan heb ik echt super snel die opdracht afgerond. Ik sta hier dus nou met mijn skis en dan ga ik nu naar de piste. Ik snowboard dus altijd. Ik heb echt letterlijk al 5 jaar niet meer geskiet of zo. We zijn al bijna 2 dagen bezig en Mark heeft vandaag alleen maar zijn liedje kunnen maken. En hij is nog niet eens klaar. Hetgene wat we nu nog moeten doen is een videoclip schieten. Laat iemand anders deze Lego set bouwen. Heeft hij weer een opdracht met een Lego set? Je moet iemand gaan vinden die tijd en zin heeft om deze in elkaar te gaan zetten. Ik ga mijn moeder bellen. Ik heb een opdracht gekregen dat iemand voor mij een Lego set in elkaar moet zetten. Ja, doe maar. Bereid je maar al voor school. Make-up en zo. Make-up. Hey. De doos dat je afvalt ligt hier nog steeds ergens tussen. Dus ik ga ze even op het verkeerde spoor zetten. En deze ga ik dus rood maken. Zodat ze dus denken dat deze box de afvaldoos is. Maar dat is ze helemaal niet. En dan zet ik deze ertussen. En dan hoop ik dat iemand erin trapt. We zijn bij mij thuis. En jullie gaan me helpen om deze Lego set in elkaar te zetten. Kom op. Zie je deze staan? Ik ga niet voor de rode, maar ik ga wel voor degene die ernaast staat. Mietje! Mietje! Nee! Bouw een hut en overnacht daarin. Dat is echt niet leuk. Ik zit jongen. Ik weet niet of het de beste keuze was om mijn ouders te laten helpen, maar hij wordt tenminste gemaakt. Ik moet er een beetje inkomen. Ja, ik ga die niet pakken. Waarom durft niemand die rode box te pakken? Hij is toch gewoon rood? Win een knuffel uit een grijpautomaat. Oh, dat kan heel lang duren. Ja. De eerste, 1 euro, die ik ga verspillen hieraan. Nope. Gast. Alsjeblieft. Ik ga weer door. Veel plezier ermee. Doei. Jacco gaat dus zo meteen pas naar een bos toe, omdat het nu nog een beetje regent buiten. En ik hoorde dat Mark's videoclip ook bijna klaar was, dus dat wilde ik natuurlijk niet missen. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat het lied goed wordt. Oh, dat hoedje ook. Gooi de K van Kriekel, 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 Kriekel. Wel autotune gebruikt. Ja, een beetje. Hey Sam, je pak je inspiratie echt van Mr. Beast, of ben ik nou gemeen? We pakken views op de video, dus heb je een idee, pak je camera. Dat is wel vet. Ja, leuk. Goed gedaan, Mark. De clip was echt heel slecht, maar de track zelf was al dik. Heeft hij goed gedaan? Nope, 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 nope. Nee, oh. Nee, maar dit vind ik echt verschrikkelijk. Nee. Vang een vis. Wil je ruilen? Nee, ik ga niet buiten slapen. Ga er een nachtje over slapen. Oké. Okay. Hij pakt hem niet gewoon, hij pakt hem niet. Dit is het statief dat we nou hebben. En dan gaan we er nu gewoon takken tegen aanzetten. Kunnen we er hier zo onder gaan liggen. Hier staat een mooie rode box, wil je die hebben? Misschien zit er wel 1000 euro in. Ja, nou dan mag iemand anders hem hebben. Waarom durft niemand die box te pakken? Omdat je hem rood hebt gemaakt. Oh ja. Geef 100 abonnees een box. Bam! Die is echt heel lang weg. Nee, dit kan toch niet. Nee. We zijn hier echt al een uur mee bezig. Ik wil echt zo graag nu die knuffel hebben. Het is nu wel al bijna 11 uur, dus ik denk dat er niemand meer in de stad is. Hè? Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dus ik ga het morgen doen. Ik ga lekker pitten. Slaap lekker. Ik kan dit echt niet aan. Nee. Oké, ik heb hem nu al echt goed. Kom op. Kom op. Kom op. Kijk, na 2 uur heb ik eindelijk een Het is echt al super laat. Ik ga maar slapen. Ja, we hebben ons hut gemaakt. Dit is het beste wat we konden maken in het donker. Dan is het nu gewoon tijd om te gaan slapen. Wel rusten. Ja, deze opdracht was echt, echt niet chill. Het is weer de volgende ochtend en Mark gaat meteen een vis proberen te vangen. Floris gaat 100 abonnees proberen een box te geven. Jacco heeft letterlijk buiten geslapen en Suzy heeft gisteren als het goed is een opdracht afgerond. Ja! Knuffel! Duurde veel te lang dit. Ik ga eerst even de crew hier allemaal boxen. Even die ook allemaal abonneren. Dus cameraman. Nummer 3. Hallo. Jullie zijn geabonneerd toch? Ja. Ja. Top, dankjewel. Deze. Je valt af. Nee. Oh my god. Jammer.
goed gedaan. Suzy, nee. Fuck! Je valt afstand dus niet in de rode kist. Maar ik ga de rode denk ik ook niet pakken. Nee? Hoezo niet? Ik krijg ook helemaal zo'n spannend gevoel. Zeker omdat Suzy daar gewoon net is afgevallen. Plant een boom op het hoogste punt van Nederland. Dat is in Limburg eigenlijk. Dat is in Limburg, op het Drielandenpunt. Dat is echt ziek ver. Oké, jongens, dit gaat oprecht nog heel spannend worden, denk ik. Ik hou het netjes. Snap je hem? Goed. Netjes. Ja. Kijk eens. Een vis gevangen. Oh, en dan gaat hij weer terug. Omdat ik ben afgevallen, ben ik natuurlijk voor jou. Dus ik kan jou even helpen. Als je nou een bordje meeneemt en daar opschrijft, ben jij geabonneerd op Kriekel. Komen er vanzelf mensen naar je toe. Er zijn al heel veel opdrachten gedaan en de mysteryboxen beginnen steeds leger te raken. Het kan zomaar ineens afgelopen zijn. We zijn aangekomen bij de Efteling. Kennen jullie Kriekel? Nee? Oké. Nice. Oh, hij staat er nog. Wil je rood? Eindelijk gaat iemand rooien over de. Dit is de meest heftige box die erin kan zitten. Geef Mark Rutte een box. Toch geen rood moeten pakken, jongen. Nee, daar gaat mijn 1000 euro. Deze opdracht is oprecht zo goed als onmogelijk, volgens mij. Mag ik jullie even snel een box geven? Top. Jullie zijn al met Mark een box. Box, 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 box. Ben jij ook geabonneerd? Nou, de box, dat is 27. Ik heb dus nu de boom gekocht, dus nu kijk ik naar de hoogste berg van Nederland om hem daar te planten. Ik heb coördinaten doorgekregen op mijn telefoon en dat zou hier ergens moeten zijn. Ja. Oh, ik ben echt zo hard in de zeik genomen, dat is niet normaal. Nou, dan toch maar door naar het Binnenhof. Ja, ja, jij ook. Hoppakee, vier erbij. Ah, ja, kijk. De laatste, yes! We hebben er 100. Na bijna 2 uur rijden zijn we nu bij het Drielandenpunt in Limburg. En ik ga hier maar even de boom planten. Dan gaan we maar weer terug. Haal 100 abonnees. Ja, dan ga ik iedereen vragen die ik de box heb gegeven. Wil je ook abonneren op mij? Ik heb een kanaal aangemaakt met een short erop. Dat ze op mijn kanaal moeten abonneren. Maar ik heb dus ook een QR-code aangemaakt. Dit ga ik uitprinten en dan ga ik in de stad iedereen laten abonneren. Ik zit nu dus te kijken in de agenda van de minister-president. En vandaag heeft hij dus niks staan, maar 20 maart wel. Dat is morgen. De QR-code is uitgeprint, dus ik ga even iedereen in de studio al laten abonneren. Cameraman, abonneren. Kriekel. Oké, alsjeblieft. Je hebt er al 3. Hier gaat hij echt heel lang mee bezig zijn, hè? Vind de winnaar van onze laatste verstoppertje video. En die zal vast heel goed verstopt zitten. Voor een YouTube video moet ik dus 100 abonnees halen op een kanaal en dat is dit kanaal. Je hebt er nu 30. Nu 30, ja dat klopt. Dankjewel, heel erg bedankt. Je moet zeggen, die QR-code was een heel goed idee. Ja, ja, ja. Let's go. Ik heb hem gevonden. Kijk, hij is nu iets minder goed verstopt. En we gaan nog steeds voor elke abonnee die we erbij krijgen 1 cent doneren aan het goede doel. Dus jullie abonneren kunnen jullie mij nog steeds blut maken. Dus abonneren iedereen! Hier zo achter is het torentje van Mark Rutte. Maar daar is het op dit moment donker, dus hij is daar niet. Yo Max, ik moet dus voor de Kriekel video moet ik Mark Rutte een box geven. Ja, op zondag. Het zijn zeg maar ambtenaren die werken van maandag tot met vrijdag. Oké, dat is ook eens zo spannend, want het kan nou wel weer zijn dat ik gewoon naar de andere kant van Europa moet draaien. En dat ik weer super lang bezig ben. Zit 10 rondjes in een reuzenrad. Waar is reuzenrad? Ja, geen idee. Yes, dankjewel. Top, dankjewel. Top, dankjewel. Heel bedankt. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. We zijn nu aangekomen bij Toverland, na een uur rijden. Maar hier hebben ze dus een reuzenrad, dus daar gaan we nu snel naartoe. En dan moet ik 10 keer in het reuzenrad en dan kunnen we weer een uur terugrijden. We zijn inmiddels aangekomen bij de tijdelijke Tweede Kamer. Alleen hebben we hier net eventjes een beetje rondgekeken, rondgelopen. Maar overal in het gebouw is het donker. Er wordt vandaag totaal niet gewerkt. Ik ben bang dat het vandaag niet meer gaat lukken, dus ga ik even een hotel regelen. Oké, okay, thank you very much. 100, het is gelukt. Nou, dan gaan we nu snel terug naar de studio. Even de 1000 euro pakken, denk ik. Dan zitten we nu in het reuzenrad en dan gaan we nou beginnen. Dit is 1, dat is 2, dit is 3. Ja! 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 We zijn er gewoon meer dan 3 dagen mee bezig geweest. Dus like, abonneer, tot de volgende keer. Houdoe! Houdoe! Nee! Dit meen je niet.